De afgelopen tijd hebben we de zon weinig gezien en waren dan vaak de wolken die het weerbeeld overheersten. Ja, en de wind die was vrij normaal, maar het was wel aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. En dit heeft ervoor gezorgd dat we relatief weinig gas hebben verbruikt. Ja, dat gaat de komende tijd toch wel echt flink veranderen. Zoals je ziet en misschien zelf ook wel hebt gemerkt, is het vandaag echt zeer onstuimig. En ook de komende dagen blijft die wind nog zeer stevig. Vooral vrijdag en zaterdag kan het heel hard waaien, vooral aan de kust. Vanaf zondag neemt die wind geleidelijk iets af. We gaan de komende tijd waarschijnlijk iets meer stoken dan de afgelopen tijd. En dat hebben we te danken aan die temperatuur die wat gaat dalen. Die gaat richting de normaal van een graad of 10 overdag. In de nachten blijft het iets aan de zachte kant. Maar omdat die wind echt stevig is, kan je huis wel flink wat warmte verliezen. Ja, de bewolking die blijft helaas overheersen de eerste dagen. Vanaf zondag gaan we wel af en toe de zon zien. Als we dan naar de lange termijn gaan kijken, dan zien we dat het eerst nog vrij somber blijft met weinig zon. De wind die is wel echt nog prominent aanwezig. Later neemt die mogelijk wat af, maar omdat die temperatuur niet echt lijkt te dalen, verwachten we ook op de langere termijn weer iets minder gasverbruik dan normaal. Ja, voordat het zover is, hebben we dus met echt herfstachtige omstandigheden zoals vandaag te maken. Met af en toe ook flink wat regen en wederom weinig zon.